Mijn naam is Matthijs Ariens en ik geef jullie graag 5 essentiële tips op het gebied van strategisch procederen, wat je kansen vergroot om je zaak te winnen. Tip 1, dat is proactieve bewijsvergaring. Begin goed voorbereid aan een procedure. Wacht dus niet passief op een bewijskans van een rechter. Neem zelf het initiatief en behoud de controle. Daarmee vergroot je dus ook de kans op het winnen van een procedure. Tip 2, denk als een rechter. Elke rechter heeft een methode om tot een vonnis te komen. Begrijp deze methode. Sta dus stil bij feiten die essentieel zijn en feiten die niet essentieel zijn. Door daarop je argumentatie af te stemmen, maak je een verschil tussen winnen of je zaak verliezen. Tip 3. Dien al je bewijzen in. Breng al het schriftelijk bewijs in de procedure in. Jij bent verantwoordelijk voor de onderbouwing van jouw stellingen, niet de rechter. Een proactieve houding maakt daarbij het verschil. Tip 4. Wees duidelijk in je verwijzingen. Gebruik specifieke citaten en concrete verwijzingen om je stellingen mee te onderbouwen. Dat zorgt ervoor dat de rechter niet om jouw goed onderbouwde argumenten heen kan en dat vergroot het succes van je procedure. Tip 5. Bied specifiek bewijs aan en richt je bewijsaanbod dus op concrete feiten. Vermijd dus een bewijsaanbod wat zich richt op een juridisch oordeel en concentreer je op relevante en specifieke feiten. Deze tips zijn slechts een kleine greep uit de vele strategieën die je kan toepassen in jouw procespraktijk. Wil jij je vaardigheden verder vergroten? Overweeg dan onze cursus strategisch procederen. Succes in de rechtszaal begint met een goede voorbereiding. Ik zie je dan ook graag terug bij onze cursus. Tot dan.